Nou, het level is zelf voorgesteld, dus dat is super. De twee combinaties die we nu inhalen, is de enige hier in het gezelschap, Diederik van Silfhout. En Daniela, hij wil op zijde vertellen. Ja, intussen op Grand Prix niveau zelfs al een overwinning op naam van vorige week. Nou, zoals we weten heeft Diederik ook op Grand Prix niveau al super prestaties neergezet voor een pas tijdens Tour in Amsterdam. Dus deze twee rijden eigenlijk echt al op het allerhoogste niveau mee. Het paard dat Daniel mee heeft is sire. Dat is het paard waarmee zij de Grand Prix wedstrijden gereden heeft. En Diederik heeft Uhill bij, als je het zo goed gezien hebt. Ja. Maar jullie zijn er niet zo heel erg op de combinatie. Dus ik heb je ook niet gezien, je was kei druk, sta je zo, het is geen tijd om met mij te praten. Ja, dan niet. Maar volgens mij ben je wel wat geluk met een beetje allemaal laten zien, verslagen, maar dan denk je wel. Ja? Oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst een klein stukje cadeau pakken. Daniel, ik heb al verteld dat jullie allemaal goede nieuwe jonge vader zoeken. We gaan een klein stukje wat oefeningen erbij pakken, of te zinnen. Ja, ja. Nou, we gaan wat oefeningen erbij pakken. Want het is natuurlijk hartstikke mooi als je paard ontwikkelt. Ja, ik kan goed van leren en ik kan goed draven. Maar ja, als je gewoon prima blijft, dan komen er toch nog wel een aantal dingen meer bij kijken. Behalve goed naar voren te rijden en goed terug. Gaan we wat series doorrijden? Nou, bij de blokkussens is het gewoon eigenlijk heel makkelijk. Als je maakt dat je buitenbenen achter en je houdt je buitentunnel erbij. Je buitentunnel niet te vast bijna aan jou. Belangrijk is natuurlijk dat je al een goede blok hebt, terwijl je die weg. Ja, super. Belangrijk is natuurlijk dat je mooie, goede voorwaarts gesprongen blok hebt. Ga maar een beetje mee toe daar. Juist, goed zo. Wel, in blijkt dat je paard mooi recht is. Pak je zo heel klein. Pas net met z'n tweeën. Goed zo, Diederik. Nou, in de meeste staat het er dus omdat ze mooi doorgesproken zijn en recht gemaakt zijn. En natuurlijk dat je in zo'n proefje fouten maakt. Dus behalve dat je goed moet kunnen rijden, moet je mentaal ook nog zo sterk zijn dat je weet dat je het heel goed gaat doen. Goed zo, Diederik. Nou, in de zin dat die van de dame is, is gewoon heel mooi, heel recht. En misschien niet voor een team, maar wel heel correct doorrijdt als je naar Uhill kijkt. Dan zie je dat hij al iets handiger achterbeen in die wissels heeft. Heel goed daar, een super mooie kaas lijkt doorgesprongen. Nou, dan wil je ook een goed punt aangeven. Ja, heel goed die punt. Nou, de ene zit er door. Super. Nou, van langs naar zo'n mooie wissels. Het zit daar, hou maar door. Vroeger toen ik meereed in die hengstenklap, toen jullie echt nog wat hadden tegenwoordig. Ja, dat was zeker mij op de jaren of zo. Ja, niet mooi. Heel goed. We gaan naar de pirouette toe. Je mag zelf weten of je werkpunt wat maakt of dat je liever gelijk een kleine tour gaat. Ik ben dan vandaag flexibel. Dat is niet elke dag zo, maar vandaag goede zin. Nee hoor, het is natuurlijk belangrijk dat we ook een soort van dit kunnen gebruiken als training voor de paarden. Zodat ze niet alleen, niet dat alleen hun er plezier van heeft, maar hun ook. Dat ze training, toch een soort van training bijeen kunnen lossen. Waarin ze wat dingen uit kunnen testen zo nodig. Diederik, doe daar nog eens een keer een kleine pirouette. En dan doe je ze in een kleine pirouette, een keer wat groter naar voren en dan weer klein. Een klein beetje meer tijd om aan het galopperen krijgt in de pirouette. Hij doet het op zich heel netjes, maar ik denk dat je ook meer afdruk kunt maken toen hij galoppeert. Daarom was het goed zo dat je iets meer spanning hebt in het begin, meer beloftes te wijden. Iets meer, iets meer, iets meer. Juist, bijna een beetje tegensturen. Juist, dan maak je allebei tussen een keer wat een grote naar voren. Juist, en dan weer kleiner. Want het gaat er natuurlijk niet alleen om dat je de pirouette klaar iets naar voren inbrengt, naar voren. Juist, en dan weer kleiner. Dat je die sprong van het voorwaarts een beetje gebruikt. Juist, goed zo. Juist, en dan weer uit. Heel goed. Ja.
Dat is te veel. Het gaat om de tuin en de kleine stukjes die we ook klein met schakelen. Juist. Zorg dat je de drang naar voren omzet in een drang naar een massage waarin een paar naar voren blijft denken. Maar eigenlijk zijn we klaar dat je weer in de lucht gaat hangen. Nou, Diederik moet misschien nog een klein beetje uitvinden hoeveel wel of niet. Daniel is eigenlijk al natuurlijk al iets meer gewerkt. Laat niet te veel terugkomen, Diederik. Laat iets te veel terugkomen. Ik heb liever dat je een beetje meer naar voren gaat. Klein stukje opvangen, Diederik. Iets opvangen, niet te veel. Dat is al goed. Belangrijk is dat ze naar voren gaan kijken, dan moet je weer die weer krijgen. Daar nog een keer terug naar massage. Kijk of je die massage ook kunt schakelen, want niet dat je er gewoon stil op gaat zitten. Heb je iets gevoegd, Dirk? Iets? Ja, ze gaan iets terug. Niet vasthouden opvallen met je handen. Juist, dat is beter. Goed. Klaar met je de drank daarvoor, iets terug naar de handen laag.
Dames en heren, we gaan met de schaduwrekening op de schaduwrekening de hulpdoorzorgers aan de hier aan deze mooie demonstratie. Meneer Alexander Tjellekkoor is tegenwoordig bij de Russische Federatie. Kort nog blijven door de voorzitter van de KWPN Stallion, Sint-Arvid. Bloemen natuurlijk, de one and only, Akki Wolfs. Ja, en dan treden we terug en zo keer de leden van het KWPN team. Nou hebben we een paar verdachte onderdelen, namelijk de dressuur, aan uw toon en nog even een fotomomentje. Dat kan. Mooie presentatie, dames en heren, aangeboden door Rabobat. Rabobat wil bijdragen aan de ontwikkeling van de hele paardensport. Rabobat zoekt niet alleen de top, maar ook de jeugdsport. De nog wel eens aan de ontwikkeling. Daarmee ondersteunen Rabobat niet alleen de toppers van u, maar ook die van de toekomst. Toekomst hebben ze. Angela, Danielle, Stephanie, Diederik, Danielle. Maak er nog op afstand. Ze komen nog één keer voorbij. Dames en heren, dat is altijd fantastisch.